Goedemorgen, lieve mensen. Samuel en ik zijn ons gereed aan het maken voor een dagje vissen. Wij gaan terug naar de polder, toch Sam? Ja. We hebben net een setup gemaakt om te gaan dood aasvissen. Dat hebben we nog niet eerder gedaan. Dus dat gaan we lekker doen vandaag. En dan hopen we echt een dikke wopper te haken. Waar gaan jullie getuigen van zijn, dat wilde ik zeggen. Maar ja, voordat we daaraan gaan beginnen, gaan we nog even snel door de afgelopen 2-3 weken heen. Omdat het ook gewoon leuk is om te delen, toch? Ja. Dus natuurlijk komen we hier voor het vissen, maar we maken veel meer mee dan alleen maar vissen. Dus we gaan even snel erheen en dan zie ik jullie straks terug aan de waterkant. Tot zo. Samuel heeft getrakteerd, die heeft betaald met zijn eigen centjes. Top, box. Smaakt altijd beter een croissantje. Die door anderen betaald is, dus gratis is. Nee hoor, Sam, hartstikke lief van je. En wij zijn nu onderweg naar Ouderkerk. Daar gaan we even met dood aas vissen. En nu hebben we het ook nog bedacht om even met Ivo te vissen, hè? In Krimpen, toch? Ja. Maar dat doen we straks. Dus we zien jullie straks aan de waterkant. Woppers! Zou je me net zien, vangen we dadelijk niks. Sta ik een beetje verpalen. Nou, wij zijn er inmiddels. We hebben onze doodhaasengel hebben liggen. Ik wijs wel naar een top, ik zie hem alleen zelf niet. Het staat net voor mijn top. Zo de camera beeld draaien. Het is de eerste keer dat we dit doen. Dus we wachten even af. Ik heb ook een klein hengeltje bij me om waarmee we gewoon lekker kunnen werpen. Dus hopelijk kunnen we jullie straks een mooie snoek laten zien. Nou, toppers. Zo. Dat doodhaasvissen, dat ging me niet zo goed af. Totaal geen aanbeter gehad. Op het dode aas niet. Wel op mijn setje. Maar ik heb helaas geen snoek mogen haken in Ouderkerk. Dus ik ben nu lekker in Capelle aan het vissen. Met een spinnen. Is het een spinnenbeet? Of een chatterbeet? In ieder geval één van de twee. Volgens mij een chatterbeetje. Daar ben ik mee aan het vissen in Capelle. En even kijken of we hier wat meer geluk hebben. Jullie gaan blijven. 12 seconds later. Hoppakee. Al trollend, een mooi snoekje. Niet zo'n hele grote. Hij zit wel perfect gehaakt. Niet met beide haken. Ja, doe maar rustig, maat. Ik ga even een onthaaktang pakken. En dan laat ik je weer gaan, vriendje. Prachtig. Kijk eens. Ik ga hem niet meten. Het is wel een prachtig exemplaartje. Ik zal je zo laten zien op welke aas ik hem heb gevangen voor het eerst op een chatterbait. Spinnenbeetje is het volgens mij. Maar goed, mooi exemplaartje hoor. Prachtig. Echt een prachtig visje. Gaan we je weer lekker laten zwemmen. Rustig maar, rustig maar. Kijk eens vriend, bedankt voor het bijten. En weg is die. Al trollend. Ah nee, bro. Gelukkig. Ik leg bijna mijn onthaakmat in de scheid hier. Maar kijk eens. Excuses, het is toch een chatterbait. Ik haal een chatterbait en een spinnenbait altijd door elkaar. Ik ben hier met? Daan. Met Daan. Wij gaan vandaag op pad. We zijn lekker aan het snoeken. Van het weekend hebben we ook gesnoekt, hebben jullie gezien. Met dood aas, want het was een taaie dag. Hopelijk wordt het vandaag een betere dag. Blijf vooral kijken, zou ik zeggen. Precies. Toch? Ja, mooie vis. Komt-ie, kom maar door. Kom maar hier. Ja. Hopzakee. Ja, lekker.
Hij is ook al mooi onthaakt. Net, hè? Tuurlijk, niet trekken. Ik krijg hem wel los. Maak je niet druk. Maak je niet druk. Kijk. Ja. Daar. Ook even een fotootje maken. Met... Ja, sowieso. Ook even doen. Hij is een mooie man. Pak hem. Heb je hem? Ja. Goed zo. Pakken. Ja, ik zal ook even... En dan doe ik gelijk even... Op een blinkertje, jongen. Heb jij het goed erbij, zeg? Nee, ik heb al mijn handschoentjes waarmee ik dat doe. Kijk, is een mooie vis. Hij is groot, maar toch. Nee, maar het is wel een mooi visje. Doe maar rustig. Hé, pak eens mijn onthaak, Mat. Want we leggen hem nu op het gras. Ja. Dat doet bij me helemaal niks. Hou jij hem even vast. Pak ik hem op de haakmat, vriend. Hou jij die vis even vast? Ja. Hoppa, hoe voelt dat? Ik pak hem even beter, maar kijk even met mijn mannen. Sally, hoe voelt goed, toch? Ja. Dan hebben we er eindelijk eentje na een uur. Oh. Ja, ik zou hem wel lekker laten zwemmen. Prachtig, ja. Prachtig. Hele felle opname. Ja. Mooi, op een man. Blinkertje, hé. Ja, zie. Ja. Ik ben voor die engel. Dat bedoel ik nou, hè. Daar gaat hij, hoppa. Hé? Zilverkleurig. Hou eens beet. Oh, daar gaat hij, gelukkig. Als jullie zien, regent het pijpenstelen. Daan is al afgehaakt. Zo, sorry hoor, het regent zomerlaars in. Dus daar moet ik even wat aan doen. Daan is al afgehaakt en ik verspeelde net nog een. Een hele grote. Nou, verspillen kan ik het niet noemen. Hij schrijft mis. Dat geldt ook voor een baars. Die ik achter mijn aasje zag aankomen. Ik sloeg aan, haakte hem. Vals, dat wel. Zat er eventjes aan, maar liet me los. Ik kap er ook mee, jongens. En dan zie ik jullie snel. Ciao.